Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anoa. Vandaag gaan wij deze Remea Calenta vervangen voor een nieuwe HR-keten van het merk Intergas Extreme. En we gaan hem ook alvast een klein beetje voorbereiden voor een hybride model. Zoals jullie weten is het nu gewoon heel lastig om aan warmtepompen te komen. Maar we laten ons niet stoppen. We gaan dus nu gewoon voorbereiden. En over een tijdje gaan we gewoon die warmtepomp ernaast plakken. Vandaag ga ik je laten zien hoe het allemaal een beetje werkt. En we gaan gewoon lekker gezellig beginnen. Ga je mee? We gaan hem even losmaken. Deze keten die lekt aan de binnenkant. De reparatie is zodanig groot dat het eigenlijk niet rendabel is om het te repareren. Plakbandje ervoor. Ook kan er natuurlijk geen water in. Deze cv-ketel heeft een voorraadvat van 50 liter en de makkelijkste manier om hem af te tappen is via de toevoerleiding, oftewel de koudwaterleiding. Deze ketel is voorbereid voor 2x80. We gaan hem eraf halen en we gaan concentrisch rookgas daarvoor gebruiken. Dat is gewoon een stuk veiliger. Dus dan moet je alleen even de adapter apart erbij bestellen. Ja, nu kun je weer met concentrisch verder gaan. Mooi is dat, hè? Het is belangrijk natuurlijk dat je je ketel waterpas hangt. En je moet genoeg ruimte hebben aan de zijkant om onderhoud uit te voeren. En weet je het niet, check dan even de installatiehandleiding. Daar wordt het precies aangegeven. 22,5. Even checken of we wel 5 centimeter aan de zijkant hebben. Ja, het zit op 6 centimeter. Ja, netjes. De ketel hangt, hè? De ketel hangt, hè? Ik begin eerst met de waterleiding aan te sluiten, omdat de mensen wel water moeten kunnen gebruiken. Dan kan ik dus heel snel het water weer terugzetten. Ik ga deze mooie speciale inlaatcombinatie plaatsen. Dit is een combinatie, dus daar kun je ook je cv-keten mee vullen. En er zit ook een terugslagklep in, die ervoor zorgt dat je dus vuil water niet in je waterleiding komt. En er zit ook nog een expansievat aansluiting erop, wat het dus echt super handig maakt. Die gaan we gewoon hier zo plaatsen en dan kunnen we weer verder. We hebben hier henkelbuis 20 mm en ik wil verlopen naar 15. Ik gebruik dus deze handige persverloop. Hier verloop je van 20 naar 15 mm. Super handig. Die kan dus hier erop. Hoppa. En dat is ongeveer 10 centimeter. Ja, steeksleutel 24. Ja, steeksleutels blijven toch lekker fijn om mee te werken in plaats van een stelbare moersleutel. Mooi, nou die zit erop. Dan gaan we een stukje van 22 maken. Als het goed is moet dat ook 10 centimeter zijn, maar voor het geval, je weet maar nooit. Ja, 10 centimeter. Let's go then! Wiep! Het is geen keu. Al doe ik, pak die buiten en doe zo, dit is een keu of die aan het biljart is. Ontramen. Heel mooi. Zo, die zit vast. En nu kan ik heel mooi meten wat mijn sprongetje moet zijn. Mijn sprongetje moet 3,5 zijn. Dan gaan we buigen. Hop, hop. Hop, hop. Kijk, recht zitten. Laat weten of jullie willen dat ik een keer laat zien hoe je precies op maat buigt. Geen enkel probleem. Nou, dit is goed. Nou, dan gaan we. Hop. Kijk of mijn buis goed terecht zit. Nou, dat is goed. Hoppa! Een klein slagje. Zo. Check, check, dubbel check. Even kijken. En het is een sprongetje van 3,5. Precies goed. Jongen, 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 jongen. Hop, dan daar doorsnijden. Had hem zo? Ja, ja, zo had hem. Ja, 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 ja. Hop, dan gaan we eerst deze even persen. Knelkoppeling aandraaien. Dan kan er water op doen. Ja, gooi maar even het water op.
Ik ga nu de routerleiding aansluiten op de CV-ketel. En in de routerleiding gebruik ik deze handige magnetische valafscheider van Spirotech. Super handig. Deze plaats ik voor mijn expansievat, zodat mijn expansievat ook lekker schoon blijft. En hiermee zorg je ervoor dat je CV-ketel en je installatie lekker schoon blijft. En als je het allemaal goed doet, ben je ook doordacht bezig. Want je installatie wordt ook, werkt hierdoor ook een stuk zuiniger. Dus alleen maar goede dingen over deze Spirotech. Ik haal eerst even deze grote toeter eraf. Dat werkt dat wat makkelijker. En later plaatsen we hem ertussen. Ik plaats hem hier. Let wel even op. Er zit een pijltje op dat je wel de juiste richting hanteert. Dus naar de ketel toe. En wat ze ook handig hebben gemaakt. Deze keer ook gewoon bij een bestaande lijn die ertussen bouwen. En ze hebben dus de knelspeling, hebben ze best wel breed gehouden, dus een soort schuifverbinding hebben ze het van gemaakt. Dan kun je hem dus helemaal naar boven brengen en dan kun je hem dus een stuk naar beneden halen. Waardoor je dus niet een extra stokje hoeft te gebruiken. Super handig. Dus ik breng hem nu helemaal naar boven en ik klem hem een klein beetje. Zodra ik voel dat hij pakt, stop ik. En dan later als ik dat buisje tussen maak, dan maak ik hem iets korter. En dan kan ik gewoon mijn vuilafscheider gewoon naar beneden halen. Super handig. Dit is het verloopje van 26 naar 20. Die plaatsen we hier erop. En dit is wel een beetje kort om allemaal te buigen met 22. Want ik heb een grote straal. Dus daarvoor gebruik ik deze handige bochtjes. En deze zijn super handig. Want deze zijn combi. Deze kun je voor gas- en watergebruik. Super handig. Kijk, let op. Dat is het mooie. Ik maak hem tot daar. Dus 31 heb ik nodig. Branden. Dan plaats je eerst deze zo erop. Die komt daar. Dan de knelmoer met de knelring erop. En dat is wat ik bedoel. Nu kan ik mijn vuilafscheiding gewoon een stuk naar beneden halen. Ja hoor. En we zitten precies waterpas. Ja, rustig joh. Rustig. Rustig. Hij wil heel graag. Rustig af. Hij heeft honger. Bismillah. Voilà. Pizza. Het is allemaal niet zo moeilijk, jongen. Als je maar weet. Hoe? Bismillah. Oké, dan is nu tijd voor de gasleiding. Ik heb een verloopje erop. Gasverloopje. Herken je aan de gele label. Hop. Gasleiding aansluiten op de CV-ketel. Plaats altijd zo dicht mogelijk op de CV-ketel een gaskanaal. En plaats een tweedelige gaskanaal. Zodat wanneer je een CV-ketel wilt demonteren of voor reparaties, dat je de kraan dicht kan zetten en dat je de ketel kan demonteren. En je moet hem zo plaatsen dat tijdens calamiteit dat je heel makkelijk bij de gaskraan kan komen om de kraan dicht te zetten. En dit is een goede plaats om de kraan te plaatsen. 10 centimeter. Zo. Dan kan de kraan erop. Oké, nou dan kan de warme erop aangesloten worden. Met de warme hoef je natuurlijk geen beveiliging meer te plaatsen. Oké, direct. Klopt. Dit is een luchtafscheider van Spirotech. En een luchtafscheider plaats je altijd zo dicht mogelijk op de CV-ketel. In de aanvoer, want daar is je water het meeste heet. Waardoor dus de luchtbellen, de micro-luchtbellen uit je installatie worden gehaald. Het grootste voordeel van een luchtafscheider is dat hij dus die micro-luchtbellen eruit haalt. Waardoor je installatie minder verroest. Deze luchtafscheider gaan we op hetzelfde hoogte houden als zijn neefje. Want dat is toch wel zo mooi. Nou, die zit erop. Dan kan dit stuk 22,522. Dan kan de overstop erop gedraaid worden. Let op, er zit een pijltje op en dat pijltje moet naar beneden wijzen. Dus niet naar de ketel zoals de vlucht afscheiden. Okay.
23. Ja, zo gaat het niet werken, hè? Expansie, vat, 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 vat. Dan kan deze erop. Ja. Hoe vind je hem zo opdoen? Netjes, hè? Dan is het nu tijd voor de expansie. Vat, 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 vat. Expansie. Verzetje. Ja, zo goed. Ja, zo. Ja. Kan de expansie vat erop? De expansie vat, 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 hè? Wat? Dop, dop. Oké. Okay. We gaan nu beginnen met het aansluiten van de condensafvoer. Oké. Okay. Nou, gaan PVC lijmen. Goede masker opzetten, want het is een giftig spul. Droog maken. Ik heb natuurlijk al verwacht dat het droog is, maar we hebben niet de tijd daarvoor. Deze bocht is instromend en schuin, die ga ik niet lijmen en deze buis ook niet. Want als ik hem ooit met onhaard wil eruit halen, gaat hij heel makkelijk eraf op deze manier. En dat kan toch niet lekker, want omdat het instromend is. Al de horizontale gedeeltes, die moet je wel lijmen natuurlijk. Ik heb hier een verloopje 40-50 gedaan, doordat het breder is, zoals een trechter eigenlijk. En dat je de overstort ziet lekken op het moment dat die werkt. Deze installatie is bijna afgerond. Het enige wat ik hoefde te doen is de rookgasafvoer aan te sluiten. En jongens, let wel op dat je het juist aanlegt. Goed beugelen, het moet veilig. Daarna kun je gasinstallatie bij het gasblok ontluchten. Vervolgens voer je je rookgasanalyse uit. Indien nodig, stel je je O2 in. Wil je weten hoe dat werkt? Check mijn andere video's. Deze cv-keten gaan we nog koppelen aan een hybride model. Ik zal een uitgebreide video hierover maken. Wil je het niet missen? Abonneer op mijn kanaal. En vind je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!